Ik ben de blauwbilgorgel. Ik ben de blauwbilgorgel. Mijn vader was een porgel. Mijn moeder een porulan. Daar komen vreemde kinderen van. Raban, Raban, Raban. Ik ben de blauwbilgorgel. Ik lust alleen maar korgel. Behalve als de nachtuil krijst, dan eet ik riep en schrimmelrijst. Rabijst, rabijst, rabijst. Ik ben een blauwbilgorgel. Als ik niet wok of worgel, dan lig ik lang uit in de zon. En knoester met mijn knezidon. Rabon, Rabon, Rabon. Ik ben een blauwbilgorgel. Eens sterf ik aan de schorgel. En schrompel als een kriks ineen en word een blauwe kiezelsteen. Ga heen, ga heen, ga heen. Ja, dat is een van mijn favoriete gedichten. Dit is uit 1953 al van Sees Beuring uit Dordrecht. This is the BBC with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Daily Minutes podcast, 29 oktober 2019. Dit is het bulletin van dinsdag. Ja, ik heb duidelijk meer stem dan gisteren, maar wel heel veel minder tijd. En geen onderwerp, dus ik moet nog wat verzinnen. Ja, ik heb meerdere gedichten die ik erg leuk vind. Heel veel dingen die ik leuk vind, die zijn absurdistisch. Vaak zijn het ook wel taalvondsten van Wim T. Schippers die ik erg leuk vind. Ja, ik hoor het als ik over kunst ga praten. Dat heb ik nog niet vaak gedaan in de Daily Minutes. Maar dan houdt het helemaal niet op. Hè? Ik ben een grote fan van de Fluxus-beweging. Dat stamt uit begin jaren 60. Wim T. Schippers komt daaruit voort. In zekere zin Wim van der Linden ook, die ik gekend heb in het echt. Wim van der Linden heeft samen met Wim T. Schippers Van Oekels Discohoek bedacht. En hij was ook bij eerdere programma's betrokken. Daarna niet meer. Van der Linden die maakte ook voor de Duitse televisie dit soort programma's, waar Wim Schippers niet bij betrokken was. En Wim van der Linden is bekend van de, ja, van een van de bekendste foto's van de Nederlandse fotografie. Dat is de foto die voorop Ik Jan Kramer staat, het bekende boek. Volgens mij ook uit begin jaren 60. Hè? Dan zat ik even te denken uit welke stroming Kees Budding of Sees Budding nou ook alweer kwam. Dat was een voortvloeisel uit Barbarber. Maar ja, dat zijn anarchistische en enigszins kinderlijk anarchistische groepen met mensen die eigenlijk vooral tegen de bestaande kunst aan wilde schoppen. En daar heb ik ook nogal wat mee. Ik schop graag tegen heilige huisjes aan. Want je moet niet te veel kokerig denken, denk ik dan. Hè. Ik wil niet mensen beledigen, maar ik wil mensen vooral op een unieke manier laten denken. Omdat ik gezondheidsproblemen had, nooit een academische opleiding gedaan. Maar ik heb wel vaak in academische kringen rondgelopen. De grap is dan dat mensen het altijd wel een verademing vinden dat ik niet in het stramien van het academisch denken zit. Ik ben een soort dwarsdenker in die omgeving. En dat wordt enorm gewaardeerd vaak. Dus dat is wel grappig. Ik kom tot heel andere oplossingen, omdat ik gewoon als autodidact zelf tot conclusies gekomen ben. En dat is bij die mensen uit deze groepen ook wel een beetje zo. Want er toch een aantal een opleiding aan de kunstacademie heeft. Hè. In de jaren 30 waren dit soort mensen bezig. Ik denk dat ik daar wel eens eerder over verteld heb, zit ik nu te denken. Maar wat wel heel naïef was, vond ik dat ze dus oude sigarettenpakjes bewaarden en oude treinkaartjes verzamelden. En die dan als een soort daad van verzet bij de bijenkorf in de zakken van de dure kleding deden. Dus om het zo te laten lijken alsof de bijenkorf alleen maar tweedehands rommel verkocht. Ik bedoel, hoe kom je erop? Dat is punt 1 een niet erg effectieve manier van allergie. En het is op zich ook wel heel grappig. Hè? Een hoop dingen die Wim Schippers gedaan heeft. Wim T. Schippers, die zitten ook in die hoek. Een stoel met een zitting van Bami vind ik eigenlijk wel heel leuk gevonden. Hij zal niet lang houdbaar zijn. En de vloer van pindakaas was natuurlijk heel mooi. 21 jaar geleden had Wim T. een grote overzichtstentoonstelling in het Centraal Museum in Utrecht. Wim T. is hier, heette dat volgens mij. Heel lang heb ik er een poster van op mijn raam gehad, maar die is inmiddels al lang weg. Maar
Daar stond onder andere die bami-stoel en ook de pindakaasvloer. En voor de aardigheid heb ik eens met wat supposter daar gepraat bij die tentoonstelling. En er was er één die vond het werkelijk gigantisch grappig dat er meerdere keren mensen met hele dure maatkleding aan in die pindakaasvloer te val waren gekomen. Die waren gestruikeld. En hij stelde, zo, een van die mensen die er vlakbij stond, die stelde zich zo voor dat zo iemand met zijn dure Armani pak dan in zijn super dure auto de bekleding vuil maakte. En dat was ook een daad van verzet van Wim T. Dat hij kon dat niet anders bedoeld hebben. Hoewel hij zelf, dat was volgens mij degene die zijn tentoonstelling indeelde, die er zo over dacht. Studenten die gooiden over die pindakaasvloer hagelslag. En dan moet je je voorstellen, volgens mij ging er 25 kilo of 50 kilo aan pindakaas op zo'n vloer. Want het was echt een groot stuk. En je moest er niet op lopen. Het was heel mooi glad geplamuurd. Maar studenten die strooiden daar dus chocoladehagel over. Van, nou, dat is een enorme verbetering. En dat vond de kunstenaar zelf ook achteraf. Maar de mensen van de tentoonstelling die hadden dat heel snel weggeplamuurd. En ja, ik zou zeggen van nou, laat dat er vooral. Dat is interactieve kunst, laat dat vooral zitten. Maar de stroming Fluxus die had ook allerlei events die dan op zich een kunstobject waren. Zij vonden dat de kunst vooral van het volk was en niet voorbehouden aan elitaire kunstenaars en de elite die kunst kon betalen. Dus kunst was van iedereen en gebeurtenis. Die kon ook gewoon een kunst zijn. Dus ze hadden op een gegeven moment een wandeling over de Veluwe. Ik geloof naar Arnhem of naar Oosterbeek. En dat was die wandeling was dan ook een kunstobject. En zo waren er veel meer dingen. Het allerbekendste is het in de zee bij Petten gooien van een klein flesje prikkellimonade, zoals dat toen heette, van het merk Green Spot. Dat bestaat ook niet meer. Dat was in 1961 of in 1962. En dat gebeurde door Wim T. Schippers. Maar de grap was, zij hadden zo'n hype gemaakt met die Fluxus, wat een internationale kunststroming is. Zij hadden daar zo'n hype mee gemaakt dat de totale wereldpers was uitgelopen om Wim T. dat flesje in de zee. Een complete anticlimax, want er gebeurde gewoon geen fuck. Het enige was dat Wim T. in een ouderwetse regenjas daar stond. Met zijn voeten enigszins in de golven. En die gooide daar een flesje prikkellimonade leeg. Op dezelfde manier hebben ze een keer een bakker laten komen. Hebben ze het meest lekkere, dure gebak hebben ze laten maken. En die bezorger, die bakkersjongen, die kwam dus met die gebakjes op zijn schouder. En in het huis van Wim T. En toen deed hij dus de wc-deur open. En toen zei hij, gooi ze daar maar in. Ja, zegt hij, dat scheelt onze magen weer heel wat werk. En dat was dus ook zo'n event. Ja, ik vind dat leuk omdat dat anarchistisch is. Het is nieuw. En vooral, het zet je op een ander been. Je gaat op een andere manier erbij nadenken. En dat denken vanuit zo'n kunststroming. Want mensen zeggen wel eens van nou, wat heeft kunst dan voor nut? Maar het denken vanuit zo'n kunststroming zit bij mij ook heel erg verweven in hoe ik ten opzichte van hobbyprojecten sta. Ik probeer altijd het anders te doen dan de anderen doen. En ook altijd andere invalshoeken te bedenken. En het leukste vind ik als ik met bestaande spullen iets nieuws kan creëren. Zoals een nieuw projectje wat ik doe. Waar ik echt allerlei bestaande componenten combineer tot iets heel nieuws. En dat doe ik bijvoorbeeld ook met antennes. Ik vind het prachtig. Er was een paar jaar geleden had ik een aantal portofoons die ik voor heel weinig geld surplus portofoons aanbood. En heel veel mensen kwamen daarvoor bij mij langs in mijn rommelige woningtje. En er waren echt heel veel mensen die merkten op dat mijn HF-antenne nooit kon werken. Want die zat gewoon om de boom heen zonder een isolator. En zo waren er meer traditionele fouten in die antenne gemaakt. Waardoor dat gewoon niet kon werken, zeiden ze. Maar ja, dan liet ik het ze horen. En die antenne die deed het gewoon heel goed. Hè? En dat vind ik het leukste om dan te laten zien van, nou jongens, iedereen die heeft van die dogma's in zijn hoofd zitten. En die wil het op die manier doen. Maar het kan heel gemakkelijk op een andere manier. Maak je niet te veel zorgen, probeer het gewoon. Het werkt wel. Zo heb ik dan toch weer de link met de kunstwereld gemaakt richting de hobby. Ik heb zelf enigszins wat aan fotokunst gedaan. Ik noem mezelf geen kunstenaar hoor. En tot mijn 40ste, 45ste heb ik redelijk wat geschilderd. Ik heb in mijn woonkamer een groot schilderij hangen wat ik zelf gemaakt heb. Waar ik nog steeds erg trots op ben. Omdat het een afspiegeling was van een bepaalde periode in mijn leven. Het is abstract met primaire kleuren. Maar het is wel direct duidelijk wat het is.
En er is een heel klein plaatje van op internet, maar je moet heel goed zoeken wil je dat kunnen vinden. En ja, ik heb ook artistieke verhalen geschreven, wat literatuur. Mijn eerste schrijfsels die ik publiceerde waren dingen onder het pseudoniem Peter J. Piek. Omdat ik me nog niet vertrouwd genoeg vond om dat onder mijn echte naam te doen. En het was gewoon wel mijn echte tweede voornaam die ik gebruik. Maar maar goed, ook daar moet je zoeken hoor. En het waren hele korte verhalen, een beetje Carmichelt-achtig, een beetje Kronkel-achtig. Maar dan wel net iets artistieker bedoeld. Dus ik heb in dat opzicht wel het een en ander gedaan. Maar ik vind het vooral, ik heb jarenlang dat ik veel naar het Stedelijk Museum ging of naar het Centraal Museum. Ik heb een tijd in Amsterdam gewerkt dan, 1 of 2 dagen per week. En ik kwam daar dus gewoon geregeld. En net aan de andere kant van het water bij het station. Maar ook aan de andere kant van de stad. En ik heb een tijdje voor een reclamebureau gewerkt wat tegen het Vondelpark aan zat. Dan zit je natuurlijk ook vlak bij die museumbuurt. En het Van Gogh Museum is een klant van mij geweest. Van mijn bedrijf. 1 jaar of 2. En toen waren ze net aan het bouwen. Dus dat was wel leuk. Want er stond een 1/2 kilometer aan Japanners voor de deur die naar het museum wilden. En ik kon door de achterdeur gewoon meteen naar binnen. En dan kreeg ik alles te zien. Hè? Dus dat was wel leuk. Maar ik ging heel vaak, ik ging redelijk vaak naar het Centraal Museum voordat het verbouwd was. Ik vond die verbouwing vind ik niet zo geslaagd. En dat is eigenlijk, bij het Stedelijk Museum ben ik er nog niet geweest sinds ze verbouwd waren. Want ik was zo gehecht aan dat oude museum. En er is een tijd geweest dat ik er gewoon elke 14 dagen of elke week een paar keer kwam. Hè? Alleen of met kennissen van me. Dus, maar ik hou niet van, ik vind, ja, de meeste oude kunst hou ik niet van. Ik hou ook niet van oude muziek. Ja, grottekeningen vind ik wel weer erg boeiend. Maar dan moet het wel heel oud zijn. Maar die dingen van Rembrandt en zo. Ja, ik vind het wel mooi om daar kennis van te nemen. Want het is een belangrijk stuk van onze cultuur. Maar ik ben er geen groot fan van. Wel van Van Gogh. Ik ben echt een groot fan van Van Gogh. Dus zijn mooiste schilderijen vind ik. Die hangen in het Kröller-Müller op de Hoge Veluwe. Daar ben ik ook vaak geweest. Zijn echt, mijn favoriete schilderij is het. Er is zo'n terrasje wat hij in Parijs geschilderd heeft. Daar heb ik ook een tijdje een reproductie van hier aan de muur gehad. Maar dat vind ik wel echt helemaal grote klasse. Maar er is een tijd geweest dat ik ook af en toe in mijn eentje gewoon naar het Kröller-Müller toe ging. Terwijl het hier vandaan, maar zeker met openbaar vervoer, toch best een rot eind weg is en een flinke reis. Maar dan ging ik er gewoon 2 uur zitten, midden tussen die kunst in. En dat, waar die Van Gogh schilderijen allemaal hangen. En daar hangen er veel. Echt heel veel. Dus ja, niks te vertellen. En toch, kunst. En de link tussen kunst en de zendhobby bij mij dan. Maar ik hoop dat anderen het ook zo zien. Of misschien wel gaan zien op die manier. Tijd voor de historie van onze radiohobby. Vandaag deel 8 van de serie over de historie van onze zendhobby. Vorige keer waren we in de periode voor en na de Tweede Wereldoorlog aangeland. Inmiddels ben ik erachter dat ook in de VS, nadat ook tijdens de Tweede Wereldoorlog daar het zendamateurisme werd opgeschort, er een soort van oorlogsamateurvergunning bestond onder de naam War Emergency Radio Service, door de Amerikaanse overheid opgezet. Deze amateurdienst bleef actief tot 1946. Een heel tragische gebeurtenis uit de oorlog was ook de arrestatie van de Poolse priester Maximiliaan Kolbe, SP3RN, door de Duitse bezetter. De Duitsers gingen er onterecht van uit dat Kolbes amateuractiviteiten betekenden dat hij betrokken was bij spionage. Hij werd om die reden op 28 mei 1941 op transport gezet naar Auschwitz. In datzelfde jaar ontsnapten 10 gevangenen uit Auschwitz. 10 gevangenen die daar zaten zouden vervolgens werden gedood als genoegdoening, CQ wraak. De priester en zendamateur vond daar de dood toen hij zich opwierp als vrijwilliger om de plaats van een van de veroordeelden in te nemen. SP3RN werd in 1982 heilig verklaard. Sint Maximiliaan Kolbe wordt binnen de Rooms-Katholieke Kerk sindsdien beschouwd als beschermheilige van de zendamateurs. Na de oorlog kwam het zendamateurisme gaandeweg overal weer op gang en brak er een periode van een grote hoeveelheid beschikbare surplusapparatuur aan die door amateurs dankbaar voor ombouw en gebruik op de amateurbanden werd gebruikt. De gecombineerde 10 en 11 meterband liep in die tijd nog van 27 tot 30 megahertz. In 1947 raakten de amateurs de bovenste 300 kHz van die band kwijt, waardoor 10 meter ook nu nog 29,7 als bovenste bandgrens heeft. Tijdens de jaren 50 vestigde zich het gebruik van enkel zijband bij amateurs en raakten een aantal amateurs geïnteresseerd in ruimtevaart, bijvoorbeeld door het in 1957 ontvangen van de signalen van de Sputnik.
Amper 4 jaar na de lancering van de Sputnik in 1961 hadden de amateurs al hun eigen satelliet, de Oscar 1. Belangrijk in de jaren 50 was verder het internationale geofysische jaar. In dat jaar zorgden amateurverbindingen er bijvoorbeeld voor dat het Amerikaans marinepersoneel dat gestationeerd was in Antarctica met het thuisfront in contact kon komen. Telefoonverbindingen waren er voor de manschappen nog niet beschikbaar, maar omdat Amerikaanse amateurs mochten phonepatchen, dat wil zeggen telefoonverbindingen voor derden verzorgen, wat hier in Europa volkomen ondenkbaar was, daardoor konden zij die rol vervullen. Het International Geophysical Year duurde van 1 juni 1957 tot 1 november 1958 en het was voor amateurs net als andere aan de wetenschap gelieerde hobby's en voor de wetenschap zelf natuurlijk een interessant jaar. Het IGY is ook bekend van het nummer van Donald Fagen van Steely Dan. Het IGY markeerde het einde van een periode in de Koude Oorlog waarbij er tussen Oost en West nagenoeg in het geheel geen interactie tussen wetenschappers plaats kon vinden. Tijdens het IGY werd ook de Sputnik gelanceerd. Het IGY viel verder heel strategisch samen met de top van zonnevlekkencyclus nummer 19. En veel ontdekkingen tijdens dat jaar hadden met de ionosfeer en met de ruimte rondom de aarde te maken. De Van Allen stralingsgordels werden bijvoorbeeld uitgevonden, maar ook dingen als de voor aardbevingen zeer belangrijke dynamiek tussen de tektonische platen. Onderzoeksdoelen van het IGY waren aurora, nachtelijk hemellicht, kosmische stralen, aardmagnetisme, zwaartekracht, fysica van de ionosfeer, precisienavigatie, meteorologie, oceanografie, seismologie en zonneactiviteit. Er deden 67 landen mee. In het volgende deel de historie van de 70 MHz band 4 meter die nauw verband houdt met het IGY. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour.